Dit is context nummer 1, de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden van 1515 tot 1648. Voor deze context moeten we 3 onderzoekvragen kunnen beantwoorden. We gaan er even naar kijken. Vraag 1. Waardoor brak er een opstand uit in de Nederlanden? En dan gaat het vooral over de periode 1515-1572. Vervolgens gaan we naar de vraag waardoor resulteerde de opstand in het ontstaan van de Republiek? Dat gaat over de periode 1572-1588. En de derde en laatste vraag luidt, waardoor ontstond in de Republiek de Gouden Eeuw? En dat gaat over de periode 1588-1648. In totaal 3 onderzoeksvragen dus. Ons verhaal begint in Frankrijk, waar in 1363 koning Jan II zijn jongste zoon, Philips, het hertogdom Bourgondië schenkt. Philips trouwt in 1369 met de erfdochter van de graaf van Vlaanderen en erft het graafschap in 1384. Dat is het begin van de Bourgondische Nederlanden. Zijn opvolger is Jan zonder Vrees. Jan zonder Vrees weet de bezittingen die zijn vader bij elkaar heeft gebracht te behouden, maar wordt in 1419 vermoord. Zijn opvolger is Philips de Goede en dat is dan wel de meest beroemde Bourgondische hertog. Hij heeft het gebied aanzienlijk uitgebreid, met de graafschappen Holland, Zeeland en Henegouwen en de hertogdommen Brabant en Limburg. Philips de Goede heeft een politiek van staatsvorming en centralisatie gevoerd. Daar komen we later nog uitgebreid op terug. Ook is hij de man geweest die de Orde van het Gulden Vlies heeft ingesteld in 1430. Zijn opvolger is Karel de Stoute. De Stoute zou kunnen betekenen stoutmoedig, maar in dit geval betekent het meer onbesuisd. En Karel de Stoute is erop uit geweest om zich van hertog of graaf op te laten waarderen tot koning. Dat is hem uiteindelijk niet gelukt, zoals het hem ook niet gelukt is om zijn bezittingen in Frankrijk en die in de Lage Landen met elkaar te verbinden door de gebieden die ertussen lagen te veroveren. Bij de verovering van Nancy, een van die plekken die hij nodig had om die gebieden aan elkaar te laten passen, is hij op 5 januari 1477 gesneuveld. Zijn motto luidde, je l'ai emprunt, ik heb gewaagd. En dat klopt, hij heeft gespeeld en hij heeft verloren. We zien hier een schilderij uit de 19e eeuw, van de hand van Eugène Delacroix. Dit schilderij stelt de slag bij Nancy voor, de slag dus waar op 5 januari 1477 Karel de Stoute is gesneuveld. Over het schilderij heen geplakt is een wimpel die aan een speer of een lans vast zat. En die wimpel, daar staat op het Andreaskruis. 2 ruwe takken die kruiselings over elkaar liggen. Dat was het symbool van de Bourgondiërs. En je kunt ook zien dat het motto van Karel de Stoute erop staat. Je l'ai emprunt. Ik heb gewaagd. De bezittingen van de hertogen van Bourgondië kunnen in 2 blokken gedeeld worden. De bezittingen in Frankrijk en die in de Lage Landen. Die bezittingen werden aangeduid vanuit het oogpunt van de hertog zelf, die meestal in Vlaanderen of Brabant verbleef. Le pays de par deçà, de landen van herwaarts over. Dat wilde niet veel meer zeggen dan dat die landen hier lagen dus, direct om de hertog heen. Dit in tegenstelling tot le pays de par delà, de landen van derwaarts over, de landen daar, namelijk het eigenlijke Bourgondië. Al die verschillende gebieden hadden maar weinig met elkaar gemeen. Het was een soort samengesteld geheel en de overeenkomst tussen al die gebieden was dat ze dezelfde landsheer hadden. Door erfenissen en oorlogen wisten de hertogen van Bourgondië zich meester te maken van een groot deel van de Nederlanden. Philips de Goede, de belangrijkste van de 4 Bourgondische hertogen, ging bewust een centralisatiebeleid voeren om zijn macht ten opzichte van de gewesten te vergroten. Links op de dia zien we een schilderij van de hand van Rogier van der Weijden. Het stelt Philips de Goede voor. Laten we eens kijken naar een paar voorbeelden van centralisatiebeleid. Philips de Goede stelde in alle hertogdommen en graafschappen stadhouders aan. Bij stadhouder moet je niet denken aan het woord een stad, zoals Den Bosch een stad is, maar je moet denken aan het Engelse woord instead, in plaats. Dus een stadhouder is iemand die je plek inneemt als je er zelf niet bent. In alle hertogdommen en graafschappen kwam dus een plaatsvervanger van de hertog te zitten, die voor hem de zaken in de gaten kon houden.
een instrument dus van het centraal bestuur. Een tweede voorbeeld van centralisatiebeleid is de verplaatsing van het Hof naar het centraal gelegen Brussel, een stad in het hertogdom Brabant. Een derde voorbeeld is de oprichting van de Staten-Generaal. In 1464 riep Philips de Goede vertegenwoordigers van de verschillende gewesten bij elkaar in Brugge. Dat was de eerste keer dat vertegenwoordigers van al die gewesten bij elkaar kwamen. Die 17 gewesten die daar bij elkaar kwamen, zijn de basis gaan vormen voor de landen Nederland, België en Luxemburg. En een deel daarvan ligt zelfs ook nog in Noord-Frankrijk. Die Staten-Generaal vergaderden niet permanent. Ook hadden ze in die jaren geen vaste vergaderplek. Ze kwamen alleen bij elkaar als de vorst zei dat ze bij elkaar moesten komen. Karel de Stoute sneuvelde dus op 5 januari 1477. Hij liet geen zonen na. Wel een 19-jarige dochter, Maria. Maria had dus ook die twee blokken. Dat blok in Frankrijk, het hertogdom Bourgondië, en die gebiedsdelen in de Lage Landen. Die in Frankrijk was ze meteen kwijt. Koning Lodewijk XI zei, in Frankrijk kunnen vrouwen niet opvolgen. Dus er kan geen hertogin van Bourgondië komen. Dus hij nam Maria dat hertogdom Bourgondië af. In de Nederlanden lag het anders. Daar waren al die gewesten van de Bourgondiërs geweest. Wat zouden die gewesten doen? Zouden ze Maria accepteren als landsvrouwen of zouden ze dat niet doen? Uiteindelijk hebben ze dat wel gedaan, maar ze hebben wel hun voorwaarden gesteld. En die werden vastgelegd in het zogenaamde Groot Privilege. Op 11 februari 1477 is dat tot stand gekomen. Daarin staan de volgende voorwaarden. De Staten-Generaal bieden het recht vrij te vergaderen. Er zouden geen oorlogen meer zonder akkoord van de Staten-Generaal worden verklaard. Dat is natuurlijk wel te begrijpen, want die Karel de Stoute had flink wat oorlog gevoerd. Oorlog voeren kost geld en die gewesten in de Nederlanden draaiden daarvoor op. En nu werd er dus gezegd, als je oorlog wil voeren, dan moet je eerst maar even komen vragen wat wij ervan vinden. Ook werd er gezegd dat de privileges en gewoonten van de gewesten zouden worden gerespecteerd. Hieruit blijkt al dat dat voorheen, dus onder Karel de Stoute bijvoorbeeld, niet altijd gebeurd was. Nu moet Maria dus beloven dat ze zich aan die regels houdt. Er zou ook meer vrijhandel moeten komen. Vrijhandel. Dat betekent dus dat er niet belastingen geheven mochten worden. Dus die kooplieden die daar in die Nederlanden zaten. Nederlanden waren gebieden waar veel steden lagen. In ieder geval in de zeegewesten. En daar werd handel gedreven. En die handel die moest zo vrij mogelijk zijn. Zodat de handelaren het geld zelf in hun zak konden steken. Een ander belangrijk punt. Heel belangrijk is het laatste punt. Daar wordt gezegd. Als de hertog of zijn ambtenaren iets zouden ondernemen dat in strijd is met dit groot privilege, dan hebben zijn onderdanen het recht om te zeggen, wij zijn jou helemaal niks meer verschuldigd. Dus als Maria en haar opvolgers zich niet aan deze afspraken houden, dan hebben de onderdanen het recht om die hertogen of graven, in welke functie ook zitten in die verschillende gewesten, het recht om de landsvrouw of landsheer af te zetten. Meer dan 100 jaar later zou dat gebeuren met Philips II. Rechts op de dia zien we dat groot privilege. Prachtige oude letters zijn het. Aan de andere kant, aan de linkerkant van de dia, kunnen we zien wat er staat. Het begint met die grote prachtige M van Marie, Maria van Bourgondië dus, die bij de gratiegods, hertogin van Bourgondië is, van Lotharingen, van Brabant, van Limburg, van Luxemburg en van Gelderland. Ze is gravin van Vlaanderen, van Artois, van Bourgogne. Nou ja, zo gaat dat maar door, een eindeloze reeks titels. En die titels die gingen dus allemaal over die lage landen. Kijk naar de laatste regel van de tekst aan de linkerkant. Daar worden die landen dus genoemd de landen van herwaarts over. Karel de Stoute had al onderhandeld met de Duitse keizer om zijn dochter Maria te laten trouwen met de zoon van die Duitse keizer, Maximiliaan van Habsburg. In 1477 na zijn dood is dat huwelijk ook voltrokken. Maria kwam zodoende sterker te staan tegenover de Franse koning. En Maximiliaan had natuurlijk de rijke bezittingen van Bourgondië nu erbij. Zo worden het huis Habsburg en het huis Bourgondië met elkaar verbonden. Ze zouden 3 kinderen krijgen. De oudste was een zoon, Philips. Hij zou later Philips de Schone genoemd worden. Deze Philips de Schone is in het huwelijk getreden met Johanna van Castilië, de dochter van Ferdinand van Aragon en van Isabella
van Castilië. Die Johanna was een interessante partij, want door het samenvoegen van Aragon en Castilië was de Spaanse staat ontstaan. En die staat was in hoog tempo naar voren gekomen in Europa, was een machtig land geworden. Dus door dit bondgenootschap tussen Spanje, Habsburg en Bourgondië stonden ze alle drie sterk tegenover Frankrijk. Uit dat huwelijk van Johanna en Philips de Schone is uiteindelijk Karel de Vijfde geboren. En hij zou de erfgenaam worden van de Oostenrijkse erflanden, van de Habsburgers, de Bourgondische Nederlanden uit het huis Bourgondië. En aan de andere kant vanuit Spanje, Castilië, Aragon, Sardinië, Sicilië, Napels, een paar kleine bezittingen in Noord-Afrika en natuurlijk de Nieuwe Wereld die in 1492 ontdekt zou worden door Columbus. Karel de Vijfde is uiteindelijk ook nog keizer van Duitsland geworden. Zodoende had hij dus een immens rijk in zijn bezit gekregen. Een rijk waar de zon nooit onderging. We zien hier ook nog de mooie Latijnse spreuk. Waar anderen oorlog voeren, daar ga jij, gelukkig Oostenrijk, trouwen. Want door al die huwelijken was hem een enorm rijk in de schoot geworpen. In 1482 komt er een einde aan de Bourgondische Nederlanden. In dat jaar valt Maria van Bourgondië van de paard en zij zal overlijden aan de gevolgen van die val. Vanaf dat moment zijn de Habsburgers de baas en dat zou duren tot 1581, het jaar waarin Philips II wordt afgezet. We zien op de dia het rijtje van heersers. Eerst Philips de Schone van 1582 tot 1506. Vervolgens wordt de zaak waargenomen door zijn vader Maximiliaan, die regeert in de plaats van zijn kleinzoon Karel, die is nog te jong om op te volgen, want die is in 1500 geboren. En uiteindelijk in 1515 mag Karel het dan zelf gaan doen, op 15-jarige leeftijd dus. Hij blijft de heerser over de Nederlanden tot 1555 en wordt dan opgevolgd door zijn zoon Philips II, die dus, zoals gezegd, in 1581 wordt afgezet. In de Nederlanden heeft Karel zijn bezittingen nog verder uitgebreid met Utrecht, Overijssel, Groningen en Drenthe. En ook nog Gelderland in 1543. Op de kaart zien we de Europese bezittingen van Karel de Vijfde. Spanje, Zuid-Italië, de Balearen, Sardinië, Sicilië. Maar we zien ook de Oostenrijkse erflanden daar. In de cirkel liggen de Nederlanden. Hij was natuurlijk ook Duits keizer, maar daar heerste hij dus niet direct over. Vandaar dat het grootste gedeelte van Duitsland dus een gelige kleur heeft. Natuurlijk staan er ook de Amerikaanse bezittingen niet op. Het is immers een kaart van Europa. Onder de zoon van Karel de Vijfde, Philips II, zou in 1568 een opstand in de Nederlanden uitbreken. We moeten eens even gaan kijken wat de achtergronden van die opstand zijn. Als we naar de Nederlanden kijken, dan zien we dat met name de gebieden die aan zee lagen, de zeegewesten, een sterke stedelijke burgerij hadden. Dat waren kleine stadjes die dan lagen en in die steden woonden dus burgers. Die burgers verdienden vaak hun geld met handel of met het vervaardigen van producten. Deze mensen waren vaak ook geletterd, ze waren goed opgeleid, anders kun je geen zaken doen. Deze burgers in de steden die stelden zich behoorlijk onafhankelijk op en hadden geen zin om de winsten die ze maakten, om die allemaal maar in de vorm van belasting aan de heersers te geven. Eerst aan de hertogen van Bourgondië en later aan hun Habsburgse opvolgers. Ze hadden dus een sterk gevoel van eigen belang en van het idee van de streek waar ze woonden. En ze wilden niet meedoen aan grotere plannen die de heersers hadden. We hebben al gezien dat die heersers heersten over gebieden die heel verschillend waren. Denk aan dat rijk van Karel de Vijfde. Dus als Karel ergens oorlog wilde voeren, om maar eens wat te noemen, in Zuid-Italië, wat hadden die burgers in die Nederlandse steden daar dan mee te maken? Eigenlijk niks. Waarom zouden ze ervoor betalen? We zien dat daar frictie is. Deze luider is wrijving. Deze mensen die willen dat er niet te veel centraal gezag is en dat ze niet te veel lastig gevallen willen worden. Daarnaast is er nog iets aan de gang in deze tijd in Europa. Op 31 oktober van het jaar 1517 begint de hervorming in de vorm van de persoon van Luther. Later komt Calvijn er nog bij, Zwingli, allerlei hervormers. Maar dit is het begin van de splitsing van de kerk van Rome. Dat heeft heel wat tumult veroorzaakt in Europa en het zou leiden tot godsdienstoorlogen, waaronder je die opstand in de Nederlanden zou kunnen rekenen. Die hervorming die zorgde voor vervolgingen
van mensen die protesteerden tegen de kerk. En Karel V en Philips II hebben zich sterk gemaakt om die hervorming tegen te gaan. Dus als we naar het algemeen kijken, naar de algemene achtergrond, dan zien we de stadjes met een zelfbewuste burgerij. En een burgerij die zich bezighield met die ideeën, die nieuwe ideeën over godsdienst. Als we meer specifiek gaan kijken naar de Nederlanden, dan zien we, om dan maar meteen aan te sluiten op die hervorming, dat Karel V en Philips II allebei een hele harde politiek gevoerd hebben van vervolgingen. Dus iedereen die gepakt werd, die werd zwaar gestraft. En dat was vaak zelfs de doodstraf. Die harde vervolgingen die vielen niet goed hier in die Nederlanden. Men vond dat die heersers zich daar niet mee te bemoeien hadden. En dat die godsdienst misschien wel iets was wat je zelf maar uit moest maken. En waar de overheid zich niet mee moest bemoeien. Daarnaast zien we dat Karel V en Philips II een centralisatiebeleid gevoerd hebben. We hadden dat al eerder gezien bij Philips de Goede, de Bourgondische hertog. Karel de Stoute heeft dat geprobeerd. Maar we hebben ook gezien hoe onder Maria van Bourgondië die gewesten een deel van hun macht weer hebben terug weten te winnen in de vorm van dat groot privilege. Maar deze beide sterke heersers, Karel V en Philips II, die laten het tij weer keren. En zij gaan weer verder op de weg van centralisatie. Dat valt niet goed, want die mensen in die steden, zelfbewust, bezig met die ideeën van de hervorming, die hebben geen zin om zich van alles te laten zeggen. En al helemaal geen zin om meer belasting te gaan betalen. Als Karel in 1515 heer der Nederlanden wordt, krijgt hij dus een verzameling gewesten. Die gewesten waren heel verschillend, maar die zijn al onder de Bourgondische hertogen langzamerhand naar elkaar toegegroeid. Misschien wel niet omdat ze het zo graag wilden, maar omdat die Bourgondische hertogen dat wilden. We hebben al gezien hoe Philips de Goede bijvoorbeeld zo'n politiek van staatsvorming en centralisatie voerde. Dat proces is onder Karel V dus voortgezet. En een mooi bewijs daarvoor eigenlijk dat er sprake was van een groeiende eenheid is de zogenaamde pragmatieke sanctie uit 1549. Daarin wordt gezegd dat de opvolging in alle Nederlandse gewesten op identieke wijze geregeld moet worden, zodat ze nooit meer van elkaar gescheiden zullen worden. Dus het idee was, als die gewesten na Karel weer doorgegeven moeten worden aan iemand anders, dan worden die gewesten niet verdeeld over verschillende personen, maar worden die gewesten als een blok doorgegeven. Dus dat is een begin van het zien van die verschillende Nederlanden als één geheel. In 1555 doet Karel V troonsafstand. En in Brussel zegt hij dat zijn zoon Philips hem op gaat volgen. En die krijgt dus als blok de Nederlanden. In de 15e en de 16e eeuw werd in de Nederlanden de positie van de stedelijke burgerij steeds sterker. En dat had te maken met de opbloei van handel en nijverheid. Tegelijkertijd voert dus Karel V, zoals we gezien hebben, een beleid van centralisatie. Tijdens zijn leven wordt hij de baas over alle 17 gewesten. Dus voor het eerst vallen ze nu allemaal onder één heerser. En die gewesten die hadden hun onafhankelijkheid proberen te bewaren, door bijvoorbeeld in ruil voor belastingafdrachten allerlei privileges af te dwingen. Maar onder Karel kwam dat in het gedrang en de spanning steeg dus. De spanning tussen het centraal gezag en het gezag op regionaal niveau. 1515 tot 1648. Nou, lekker makkelijk, dat valt dus onder ontdekkers en hervormers en regenten en vorsten. Maar eigenlijk is dat niet helemaal juist, want als we gaan kijken naar de tijd van steden en staten, dat is de periode 1000 tot 1500, dan zien we daar twee kenmerkende aspecten die van belang zijn voor deze context. Namelijk kenmerkend aspect 14, de opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden. En we zien kenmerkend aspect 15, het begin van staatsvorming en centralisatie. Eigenlijk horen die dus bij de late middeleeuwen. Maar we zien dus hoe de invloed van deze kenmerkende aspecten zich voortzet in de periodes die daarna komen. Ontdekkers en hervormers, regenten en vorsten en misschien wel tot op de dag van vandaag. Een voorbeeld van centralisatiebeleid onder Karel V is de oprichting van de drie collaterale raden. Dan hebben we het over de Raad van State, de Geheime Raad en de Raad van Financiën. Die eerste raad, de Raad van State, die zette samen met de landsheer het regeringsbeleid uit en die bestond vooral uit hoge edelen. De geheime raad
ging over de uitvoering van het beleid en die bestond vooral uit juristen. De Raad van Financiën, het woord zegt het al, ging natuurlijk draaide om geld, onder andere belastingen. En in die raad zaten zowel edelen als juristen. In 1531 worden deze raden opgericht en we kunnen ze dus zien in het kader van het centralisatiebeleid van Karel V. Er werd een soort regeringsbeleid uitgezet en er werd een financiële politiek gevoerd. Die gold voor al die gewesten. In 1517 begon in het Duitse Rijk de reformatie. Een van de hoofdfiguren van de reformatie is Martin Luther. Zijn ideeën, en die ook die van andere hervormers zoals Calvijn, drongen langzamerhand ook door in de Nederlanden. En die reformatie die heeft heel veel plezier gehad van een uitvinding uit de 15e eeuw. De uitvinding van de boekdrukkunst door Johannes Gutenberg. Je ziet hier een drukpers rechtsboven op de dia. De opstand in de Nederlanden heeft een hoop te maken met die hervorming. Want het begon allemaal als een meningsverschil over de manier waarop de overheid moest reageren op de aanhang voor het protestantisme onder een minderheid van de Nederlandse bevolking. Discussies over het geloof hadden in het begin van de 16e eeuw dus tot een scheuring geleid binnen de Rooms-Katholieke Kerk. De protestantse boodschap werd verspreid via de nieuwe media, pamfletten en boeken. Maar dan moest je natuurlijk wel kunnen lezen. We hebben al gezien dat die burgerij in die Nederlandse steden kon lezen. En die was dus extra bevattelijk voor deze nieuwe ideeën. Luther verkondigde dat de machtsaanspraken en zelfgemaakte wetten en regels van de kerk onterecht waren. Alleen de Bijbel was richtgevend en moest daarom in de volkstaal worden verspreid. Luther heeft de Bijbel vertaald in het Duits en die Duitse Bijbel die kon nu goedkoop, relatief goedkoop verspreid worden, omdat die gedrukt kon worden. Luther zocht en vond ook steun voor zijn opvattingen bij Duitse vorsten. Dat waren dus de ondergeschikte, zal ik maar even zeggen, van de Duitse keizer. In 1555 werd met de afspraak cuius regio, eius religio afgedwongen dat de vorst het geloof van zijn onderdanen voortaan bepaalde. Dus dat Duitsland was eigenlijk een lapjesdeken van grotere en kleinere staatjes en daar werd nu afgesproken in 1555, de godsdienstvrede van Augsburg is dat, dat wiens gebied het was, diens religie zou daar ook dan heersen. Er was ook nog een soort recht dat als je dan in een gebied zat van een heerser die ervoor koos om bijvoorbeeld protestants te worden en je wilde zelf katholiek blijven, dan had je het recht om te emigreren. Daarmee werd dus een soort vrede gesticht in dat Duitse Rijk waar die reformatie was begonnen. In de Nederlanden kreeg een andere kerkreformer meer voet aan de grond en dat was Calvijn, daar gaan we het nog over hebben. Links op de dia staan de vijf uitgangspunten van de ideeën van Luther. En die vijf uitgangspunten beginnen steeds met het woord slechts. Sola scriptura, slechts de schrift, alleen de heilige schrift. Dus alleen de Bijbel is het uitgangspunt voor het geloof. Wat niet in de Bijbel staat, is er later bij verzonnen en is dus niet Gods woord. Hoe kunnen mensen het eeuwig leven deelachtig worden? Dat kan alleen maar door de genade Gods. Want mensen kunnen doen wat ze willen, ze zijn zo zondig dat ze op eigen kracht nooit bij God kunnen komen, nooit in de hemel kunnen komen. Alleen de genade Gods kan ze redden. Hoe kun je die genade van God dan verwerven? Door te geloven dat God je uiteindelijk zal redden. Sola fide, alleen door het geloof, slechts door het geloof kunnen we gered worden. En de enige weg om bij God te komen is de weg van Christus, van Jezus, alleen Jezus, solus Christus. Alleen via Christus kunnen we het heil deelachtig worden. En alle eer is dan slechts aan God, soli deo gloria, alleen aan God de eer. Laten we even gaan kijken naar het optreden van de kerkhervormer Luther. Op 31 oktober van het jaar 1517 spijkert hij een papier met 95 stellingen daarop op de deur van de kerk van Wittenberg. Luther wil over deze stellingen discussiëren. Het verhaal van Luther loopt verder uit de hand. Hij heeft steeds meer kritiek op de kerk en uiteindelijk wordt hij op het matje geroepen. In 1521 wordt in de stad Worms de Rijksdag van het Duitse Rijk gehouden. Dat betekent dat heersers van dat Duitse Rijk, met aan de top de keizer, daar bij elkaar komen. De keizer is op dat moment Karel V.
Luther wordt gevraagd of hij verantwoordelijk is voor die geschriften van hem. En Luther bevestigt dat. En vervolgens wordt hem gevraagd of hij van plan is om wat hij daar allemaal opgeschreven heeft, om dat terug te nemen. Om dus zijn ideeën, om die af te zweren. Luther weigert dat en moet vervolgens onderduiken omdat hij vogelvrij wordt verklaard. Dus iedereen zou hem straffeloos mogen doden. Onder Karel V worden de maatregelen tegen protestanten in het Duitse Rijk steeds strenger. En het hoogtepunt wordt in 1550 bereikt met de zogenaamde bloedplakaten. Keiharde maatregelen tegen protestanten. Tegen protestantse ideeën, daar staat de doodstraf op. Uiteindelijk is dat een onhoudbare zaak. Er is oorlog in dat Duitse Rijk en uiteindelijk geeft Karel min of meer op en komt het tot de godsdienstvrede van Augsburg. En die godsdienstvrede van Augsburg die houdt in dat elke heerser in dat Duitse Rijk, groot of klein, mag bepalen welke godsdienst er heerst in zijn gebied. Wiens gebied? Cuius regio, diens religie, eius religio. Deze maatregelen, strenge maatregelen tegen protestanten, golden ook in de Nederlanden. Maar die godsdienstvrede van Augsburg, die geldt niet in de Nederlanden. Dus daar blijven die spanningen bestaan. In de Nederlanden sloegen de ideeën van een andere hervormer meer aan dan die van Luther. Dat waren de ideeën van Johannes Calvijn. Calvijn en Luther hadden niet precies dezelfde ideeën. Er is een belangrijk verschil wat in de Nederlanden van groot belang werd. Luther was behoorlijk gezagsgetrouw en hij vond dat de mensen in dat Duitse Rijk moesten luisteren naar de vorsten. Ongehoorzaamheid, dat ging eigenlijk tegen het gebod van God in. Calvijn vond dat God het allerbelangrijkste was. Dus als een heerser iets wilde van christenen, van protestanten, en zei van dit mag niet, dan moesten die christenen besluiten dat God toch belangrijker was dan de heerser. Dus dan luisterde je niet naar de heerser. In die Nederlanden waar onvrede was over het centrale gezag, in zijn algemeenheid al, maar ook specifiek dus over die maatregelen tegen andersdenkenden, sloeg dat idee van Calvijn aan. Je hebt uiteindelijk het recht om je te verzetten tegen de overheid als die ingaat tegen de wil van God. Op deze dia zien we nog eens een keer duidelijk op een rijtje. Luther zegt, hoofd van de kerk, dat is de lokale vorst. En Calvijn zegt, het is de gemeente die zichzelf bestuurt. Maar analogie naar overeenkomst met de vroegste christelijke gemeenschappen. De gemeente bepaalt wat er gebeurt en niet de heerser. Luther zegt, de gelovigen moeten in principe de wereldlijke macht respecteren. En Calvijn zegt, dat klopt, maar niet als die wereldlijke macht ingaat tegen de wil van God. De spanningen in de Nederlanden namen tijdens het bewind van Karel V geleidelijk aan toe. Dat waren de spanningen over de toenemende rol van de centrale overheid en dat waren spanningen met betrekking tot de hervorming, de vervolging van protestanten dus. In 1555 trad Karel V af en liet hij het bewind over de Nederlanden over aan zijn zoon Philips II. Philips II is tot 1559 in de Nederlanden gebleven. Maar dat had vooral te maken met het feit dat hij in oorlog was met Frankrijk en die oorlog was beter te voeren vanuit de Nederlanden. Toen hij in 1559 vertrok, liet hij het bewind over aan Margaretha van Parma, zijn halfzus. Deze Margaretha van Parma kreeg te doen met de adel hier te plaatsen en die adel die vond dat die onlusten met betrekking tot dat protestantisme uit de hand liepen en zij hadden maar de taak om dat allemaal onder controle te houden. Vandaar dat ze in 1566 een verzoek indiende, het zogenaamde smeekschrift, om de ketterwetgeving in de Nederlanden op te heffen. Een tijdelijke opschorting van de ketterwetgeving leidde echter tot meer calvinistische activiteit en uiteindelijk tot de beeldenstorm. Omdat de overheid even niks meer deed, dachten de calvinisten, dan kunnen we nu onze kans waarnemen en kunnen we dat geloof helemaal vrij uit gaan dragen. Philips II, die in Spanje zat, die gaf de adel hiervan de schuld en zei, jullie hebben dat uit de hand laten lopen en hebben de landvoogdes onder druk gezet. En daarom stuurde hij troepen onder de hertog van Alva om orde op zaken te stellen. Toen hij hier uiteindelijk aankwam, in 1567, stelde hij de Raad van Beroerte in.
Met beroerte wordt bedoeld de raad van de onlusten, zullen we maar zeggen. Dat is die rellen die hier plaatsgevonden hadden, die beeldenstorm. Hij wilde uitzoeken hoe dat in elkaar zat, wie verantwoordelijk waren en die zouden dan gestraft moeten worden. Hij trad hard op dus en zelfs bij katholieken was hij niet erg populair. Vele mensen, duizenden staat hier, zijn naar het buitenland gevlucht omdat ze dus de wraak van de hertog van Alva wilden ontlopen. Een van die vluchtelingen was prins Willem van Oranje. Vanuit Duitsland riep hij op tot verzet, maar hij vond weinig weerklank in de Nederlanden. Zijn eerste invasies mislukten. Hij gaf de watergeuzen toestemming een guerrilla te voeren in de Nederlanden en op zee. Je moet je voorstellen dat in die tijd Nederland nog veel waterrijker was dan het nu is. En de Spanjaarden hadden wel een uitstekend landleger, waar de troepen van Willem van Oranje geen partij voor waren, maar ze hadden geen vloot om opstandelingen te water te bestrijden. Het woord geuze, overigens, is afgeleid van een Frans woord wat betekent bedelaars. Het verhaal gaat dat toen de adel dat smeekschrift inkwam dienen bij Margaretha van Parma in 1566, dat een raadgever van haar zei, wat een stelletje bedelaars. En zij hebben die naam dus genomen als geuzennaam. Na verdere onrust lukte het deze watergeuzen dus in 1572 een opstand te ontketenen in Holland, Zeeland en een aantal steden elders in het land. Een deel van de Statenvergadering van Holland riep Oranje uit tot stadhouder. En zo werd hij dus de leider van de Nederlandse opstand. Laten we de zaken nog even op een rijtje zetten. Periode 1555-1568, dus de periode die leidt tot de Nederlandse opstand. In 1555 treedt Karel V af en Philips II volgt zijn vader op als landsheer. De godsdienstpolitiek en het centralisatiebeleid van Karel worden voortgezet. Er komt dus geen verandering. In 1559 vertrekt Philips uit de Nederlanden. In 1566 wordt dat smeekschrift aangeboden door de edelen aan Margarethe van Parma. En daarin wordt dus gevraagd om die maatregelen tegen ketters, tegen protestanten, om die tijdelijk op te heffen. Dat leidt tot verdere onrust. Want die Margarethe van Parma gaat ermee akkoord, dat wordt de zogenaamde moderatie genoemd, de matiging van die vervolgingen, maar dat leidt tot meer calvinistische activiteit en uiteindelijk begint in Steenvoorde op 10 augustus van het jaar 1566 de beeldenstorm. Die beeldenstorm die zorgt voor een Spaanse reactie, Philips die zit inmiddels in Spanje en die stuurt onder leiding van de hertog van Alva een leger naar de Nederlanden. Dat duurt even voordat die er zijn. In 1567 komen ze aan en de bedoeling is dus om hier de orde te gaan herstellen. Dit is dus de eerste keer dat er Spaanse troepen in de Nederlanden zijn. Het is dus niet zo dat wij voor 1567 bezet waren door Spanjaarden. Het enige wat wij met Spanje deelden was onze landsheer, die ook koning van Spanje was. Op deze oude schoolplaat zien we een zogenaamde hagepreek. Hagepreken waren bijeenkomsten van Calvinisten in de open lucht. En die openluchtbijeenkomsten die werden in toenemende mate gehouden na dus de moderatie van Margaretha van Parma. Zij gaf meer vrijheid, ze werden niet vervolgd, dus ze kwamen naar buiten en ze lieten zich zien. Op deze plaat kunnen we dat zien hoe dat gebeurde. Een gebedsdienst, protestantse gebedsdienst, buiten bij de molen in een Hollands landschap. We hebben het al gezegd, op 10 augustus van het jaar 1566 begon de beeldenstorm. Die beeldenstorm begon in het plaatsje Steenvoorde. Als je op de kaart kijkt, links op de dia, dan zie je dat Steenvoorde, de cirkel ligt, helemaal in het zuiden van het huidige België ligt. Dat is een beetje vreemd, want als je nu naar de godsdienstkaart van Nederland, van de Nederlanden zou kijken, dan zie je dat de meeste protestanten in het noorden van het land wonen. En hier lijkt het erop dus dat de meest fanatieke protestanten juist in het zuiden zaten. En dat klopt in deze tijd, in de 16e eeuw. Die beeldenstorm die sloeg over naar andere plekken. En we zien hoe die zich dus langzaam uitbreidt naar het noorden en uiteindelijk ook Groningen bereikt. Dus in dat blauwe gebied, daar zien we hoe die beeldenstorm zich heeft verspreid. Wat is dat nou, de beeldenstorm? Nou, protestanten die trokken dus naar kerken, katholieke kerken, naar kloosters, bezittingen van de kerk en begonnen daar heilige beelden te vernielen. Want zij zeiden, heiligen die bestaan helemaal niet, dat is iets verzonnen door de katholieke kerk.
Dat mensen zijn allemaal zondig en die heiligen, dat is er later allemaal bij bedacht. Dus die beelden, dat is afgodendienst, die moeten we kapot maken. Dus daar kerkbezit werd daar vernield. Die beeldenstormers waren deels dus fanatiekelingen als het ging om op het gebied van het geloof. Maar het waren deels ook mensen die erop uit waren om zichzelf te verrijken door kerken en kloosters te plunderen. We zien hier een prent van de beeldenstorm. We hebben het er al eerder over gehad dat de uitvinding van de boekdrukkunst in de 15e eeuw heel belangrijk is geweest voor de hervorming. Hervormers konden hun ideeën nu goedkoop en gemakkelijk op grote schaal verspreiden. Deze prent geeft een visie op die beeldenstorm. En het is duidelijk dat op deze prent men positief denkt over de beeldenstorm. Als we rechtsboven op de prent beginnen, dan zien we mensen bezig met het kapotslaan van beelden en met het omlaag trekken van beelden. En de stukken van die beelden die worden hier op de voorgrond bij elkaar geveegd en weggegooid. In paniek zijn de katholieken gevlucht. We zien daar monniken zitten, we kunnen het aan die pijen zien, maar ook aan de tonsuur, dus dat kruintje wat geschoren is. En we zien daar ook nog een bisschop zitten met zijn mijter op. En zij zijn daar aan het bidden op hun knieën. En zij aanbidden een persoon die op een heel raar beest zit met een hele hoop koppen en die een hele rare hoed op zijn hoofd heeft. Nou, die hoed, dat is niet zomaar een hoed, dat is de pauselijke tiara. Dus we kunnen daaruit afleiden dat de man op dat beest, dat de paus is. En dat beest met al die koppen komt uit het boek der openbaringen. En dat is het boek waarin het einde van de wereld wordt beschreven. Dat is het laatste Bijbelboek, het laatste boek van het Nieuwe Testament. En de paus en de kerk waar hij voor staat, zijn aanbidders van de duivel. Die duivel die zien we ook op deze prent, want hij vliegt daar boven weg. Met allemaal rommel heeft hij bij zich, al een bisschopstaf en een kruis met een beeld erop en een Maria beeld. En nou, kelken heeft hij bij zich, van alles en nog wat hij probeert te redden uit die kerken die opgeruimd worden door de protestanten. Dus we zien hier heel simpel, de protestanten zijn goed bezig, ze houden grote opruiming en we zien hoe die katholieken wegvluchten. En wat zijn katholieken uiteindelijk? Het zijn mensen die een verbond met de duivel hebben, de ware God en de ware godsdienst hebben ze al lang verloren. Het lukte Alva, die in 1567 naar de Nederlanden was gekomen, niet om de opstand in de Nederlanden snel neer te slaan. En er ontstond een slepend conflict, een burgeroorlog. Daarbij bleek Oranje's politiek van gelijkberechtiging voor de katholieken en protestanten in de opstandige gewesten onhaalbaar. Men stond veel te veel lijnrecht tegenover elkaar. Er was dus sprake van polarisatie, zou je kunnen zeggen. Oranje voerde een effectieve propagandaoorlog, geholpen dus bijvoorbeeld, wat we zojuist gezien hebben, door die boekdrukkunst. Omdat hij een zo breed mogelijk draagvlak wilde voor de opstand, koos hij niet voor een religieuze, maar voor een nationale invalshoek. Dus hij probeerde alle mensen in de Nederlanden samen te brengen om samen dus strijd te leveren tegen de Spanjaarden. Maar dat lukte dus niet uiteindelijk, omdat de grote tegenstelling uiteindelijk waren tussen protestanten en katholieken. Hij riep Nederlanders, hij deed dus een beroep op hun Nederlanderschap en niet zozeer op hun katholiek of protestant zijn, om hun vaderland te beschermen tegen de vreemde Spanjaarden. Maar voorlopig bleef de koning, Philips II, buiten schot. Dus de schuld van wat er allemaal gebeurde, werd gelegd bij die Spaanse troepen en bij de hertog van Alva. En het idee was nog steeds, ja, met Philips, daar moet toch nog te praten zijn. Hij zou dan in moeten zien dat die Alva veel te ver ging. En dat die politiek, die Karel V had al ingezet, dat die politiek beëindigd zou moeten worden. Dus er is nog geen plan om onafhankelijk te worden. Tijd om de zaak even op een rijtje te zetten. In 1567 komt Alva met een Spaans leger naar de Nederlanden om orde op zaken te stellen. Vele vluchten naar het buitenland, waaronder Willem van Oranje. Die probeert in 1568 met een leger de Nederlanden binnen te vallen en Alva te verjagen. Maar dat mislukt. En het lijkt erop dat de opstandelingen kansloos zijn om de Spanjaarden eronder te krijgen. Het keerpunt wordt bereikt in 1572. Op 1 april veroveren de watergeuzen Den Briel. En de sleutel blijkt op het water te liggen. Daar kunnen de Spanjaarden weinig weerstand bieden. Op 19 juli van datzelfde jaar komen de Staten van Holland in Dordrecht voor het eerst bij elkaar zonder toestemming van koning Philips II.
Tijdens die vergadering besluiten de Hollandse edelen en de steden dat zij zich zouden aansluiten bij het verzet tegen de Spaanse vorst. En Willem van Oranje, die werd hersteld in zijn functie van stadhouder van Holland. Hij wordt dus effectief gezien de leider van de opstand. In 1574 volgen er meer successen, bijvoorbeeld het ontzet van Leiden. In 1572 heeft die stad de kant van Willem van Oranje gekozen, maar de Spaanse troepen die proberen dat teniet te doen door die stad tot 2 maal toe te belegeren. Maar uiteindelijk moeten ze die belegering opgeven. En de watergeuzen die trakteren de bevolking die behoorlijk uitgehongerd is op haring en wittebrood. In het kamp van de Spanjaarden wordt ook nog meer eten aangetroffen. Hutspot van pastinaak, uien, wortelen en vlees. En dat werd dankbaar genuttigd, want die Leidenaren hadden al een hele tijd niet goed gegeten. Tot op de dag van vandaag wordt het ontzet van Leiden gevierd met dit eten. Overigens ook nog voorzien van de nodige hoeveelheid jenever en bier. Op deze print zien we nog wat meer protestantse propaganda. We zien hier een soort pers en die pers die wordt aangedraaid door de hertog van Alva die helemaal hier rechts voorop op de print staat. Achter hem met de kardinaalshoed staat kardinaal Granvelle en we zien ook nog Margaretha van Parma. Het gekke is dat die Granvelle en Alva de pers aandraaien en zou je denken die Margaretha die duwt terug. Maar dat slaat dus op dat idee van die moderatie dat zij in eerste instantie akkoord ging met die versoepeling van de maatregelen. Onder die pers ligt de Nederlandse leeuw. Die vertegenwoordigt dus die 17 gewesten die hier geplet worden door de Spanjaarden. Onder de leeuw, voor de pers, daar zie je dus nog de verscheurde privileges van het land. Dat zijn dus al die afspraken die gemaakt zijn. Waaronder, denk aan het begin van deze context, het verhaal van het groot privilege. Al die afspraken die zijn nu helemaal niks meer waard. Want de Spanjaarden zijn gekomen en die gebruiken grof geweld. Eromheen staan wat monniken, daar rechtsachter. En we zien natuurlijk links, opnieuw met de tiara, de paus, hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk, die we net gezien hebben als een soort duivelsaanbidder. En we zien natuurlijk Philips II. En die kijken toe hoe dus de privileges van de Nederlanden, de afspraken die met die gewesten zijn gemaakt, hoe die worden geschonden. En ze doen niks, ze vinden het prima. De hele zaak is gepolariseerd. Protestanten en Rooms-Katholieken zijn geen christenen die net een beetje andere opvattingen hebben. Nee, de ene club die aanbidt God en de andere club de duivel. Dat vinden de protestanten van de katholieken en andersom. Op deze prent kunnen we dat weer eens mooi zien. We zien Alva in het midden. En die Alva die staat daar met Margaretha van Parma, die staat helemaal links op het plaatje. Naast haar staat Granvelle, Alva dus in het midden. En voor ze staat de paus. Die paus die financiert dus die onderdrukking van de Nederlanden, want zijn schatkist die staat daar open. En dat geld en het zwaard wat Alva krijgt, dat is dus ter beschikking om de Nederlanden te onderdrukken en de privileges en de soevereiniteit van die Nederlanden kapot te maken. Margaretha van Parma, Granvelle en de paus steunen Alva's missie. Alva ontvangt van paus Pius V een zwaard en geld. En Granvelle houdt een slang bij Alva's oor. De slang is natuurlijk het symbool van de duivel, die Alva influistert wat hij moet doen. Weer een prent die propaganda maakt voor de protestantse zaak. Laten we eens even goed kijken. We zien hier Alva op een troon zitten. Dat is aan de linkerkant van de dia. Achter Alva staat Granvelle, die met een blaasbalg slechte dingen in het oor van Alva fluistert. Achter die Granvelle staat de duivel. Die heeft 2 zaken in zijn handen. Een tiara, dat is de kroon, de hoed van de paus, en een koningskroon. Voor Alva, geketend, zitten 17 vrouwen. En die 17 vrouwen zijn de personificaties van de 17 Nederlandse gewesten. Achter die vrouwen, die op hun knieën daar zitten en als gevangenen daar voor die troon zitten, staan de leden van de Staten-Generaal. En als je goed kijkt, dan zie je dat ze in een soort verbazing hun vinger op hun lippen hebben gelegd. Van, wat is hier aan de hand? In het midden van de dia, in een groene cirkel, zien we ook nog 2 figuren die terechtgesteld worden, onthoofd worden. Dat zijn
de graaf van Hoorne en die van Egmond. Die zijn in Brussel geëxecuteerd omdat zij volgens Alva betrokken waren bij de beeldenstorm. Nou, het is te veel om op te noemen wat er allemaal op die prent staat. Maar we zien dus mensen opgehangen worden, onthoofd worden. We zien daar lui die gemarteld worden, op brandstapels gezet worden. Die protestanten laten hier duidelijk zien wat de katholieke kerk, wat die voorstaat. Dat is het genadeloos onderdrukken van de ware gelovigen. Tussen 4 en 8 november 1576 werd de belangrijkste havenstad van de Nederlanden, Antwerpen, geplunderd door Spaanse troepen. Dit gebeuren staat ook wel bekend als de Spaanse Furie. Binnen het Spaanse leger in de Nederlanden vonden in de periode tussen 1572 en 1607 maar liefst 45 muiterijen plaats. Dit waren angstaanjagende aangelegenheden waarbij de inwoners van de steden, die de troepen geacht werden te beschermen, zelf het slachtoffer werden. Je moet bedenken dat die troepen in eerste instantie naar de Nederlanden waren gestuurd om daar een einde te maken aan de onrust die er heerste als gevolg van het optreden van de protestanten en de reactie daarop van de Spaanse overheid. Die troepen, die dus de burgers moesten beschermen, plunderden nu diezelfde burgers uit. Tijdens de meest beruchte van deze aanslagen, de Spaanse Furie van Antwerpen, werd de Scheldestad tussen 4 en 8 november 1576 geplunderd door meer dan 5000 Spaanse en Duitse soldaten van het Koninklijke Spaanse leger. Dus deze gebeurtenis kun je zien als een van de belangrijkste symbolen van wat er allemaal mis was met de gedragingen van het Spaanse leger. Het probleem was eigenlijk ook dat Philips II een heel groot rijk had. En dat rijk dat was op vele plekken in de wereld in oorlog. Al die oorlogen kostten een hoop geld. En Philips had niet altijd meteen geld in handen. En ook niet altijd geld ter plaatse, hè, waar dat uitbetaald moest worden. Om die troepen dus uit te kunnen betalen. En dat leidde dan dus tot plunderingen. Kort na de Spaanse Furie kwamen in Gent vertegenwoordigers bij elkaar van de verschillende gewesten. Gewesten die in opstand waren, Holland en Zeeland bijvoorbeeld, maar ook gewesten die nog steeds trouw waren aan de koning van Spanje. Die gewesten, opstandige en niet in opstand zijnde gewesten, die hadden één ding overeen. En dat was dat zij de aanwezigheid van de Spaanse troepen in de Nederlanden helemaal beu waren. Die troepen die plunderden steden, die troepen die belegerden steden en moorden de bevolking ervan uit als ze uiteindelijk ingenomen hadden. En men dacht dus eigenlijk dat die Spaanse aanwezigheid niet leidde tot pacificatie, tot rust brengen van de Nederlanden, maar juist olie op het vuur gooide. Vandaar dat bij die pacificatie van Gent de niet in opstand zijnde gewesten zich aansloten bij de opstandige gewesten. Op voorwaarde dat het katholicisme daar in die niet opstandige gewesten gehandhaafd kon blijven. Dat bleek niet te lukken en dat kwam omdat Calvinisten, die toch over het algemeen genomen een minderheid vormden in de Nederlanden, gebruik maakten van de situatie en op verschillende plekken, met name in Brabant en Vlaanderen, de macht overnamen. Die katholiek gebleven gewesten, die trouw waren aan de koning van Spanje, die zeiden van ja, dit werkt dus niet, dus dan zijn we liever trouw aan Spanje. Laten we de gebeurtenissen voor deze jaren nog eens even op een rijtje zetten. Begin november 1576 vindt de plundering van Antwerpen plaats, de Spaanse Furie. En die lijkt aan te tonen dat de aanwezigheid van Spaanse troepen juist tot meer onrust leidt in plaats van tot vrede, pacificatie van deze gebieden. De pacificatie van Gent, die hier kort op volgt, is een bijeenkomst van opstandige en niet-opstandige gewesten. Zij proberen een oplossing te vinden voor de problemen hier. En hun eerste punt is dat die Spaanse troepen dus weg moeten. Als die Spaanse troepen vertrekken, dan zal de rust weerkeren. Hun aanwezigheid leidt alleen maar tot meer geweld. Een ander probleem zijn de vervolgingen. Er moet een einde komen aan de vervolgingen. Mensen moeten zelf uitmaken of ze protestant willen zijn of bij de Rooms-Katholieke Kerk willen horen. In Holland en Zeeland moet het Calvinisme toegestaan zijn. In andere gewesten moet gewetensvrijheid heersen. Die pacificatie van Gent is uiteindelijk mislukt, omdat de zaak in de Nederlanden te ver uit de hand gelopen was. Er was sprake van polarisatie. Calvinisten maakten gebruik van de situatie en namen de macht over in verschillende plaatsen in Vlaanderen
en in Brabant. En dat zinden de katholieke gewesten niet en die besloten toen dan toch maar trouw te blijven aan Philips II. In 1578 vindt de zogenaamde alteratie van Amsterdam plaats. Amsterdam zet zijn katholieke bestuurders af en sluit zich aan bij de opstand. Alteratie is een oud woord voor omwenteling of ook wel revolutie. Het is duidelijk dat dit zo echt niet meer verder kan. In 1579 sluiten gewesten die toch naar Philips II willen blijven luisteren en vinden dat die Calvinisten veel te radicaal optreden, zich aaneen in de Unie van Atrecht. Het antwoord daarop is de Unie van Utrecht. De opstandige gewesten die besluiten om oorlog te blijven voeren tot de Spanjaarden zijn vertrokken. De vraag die we moeten beantwoorden is: hoe komt het dat uiteindelijk die opstand heeft geleid tot een onafhankelijke staat, een republiek? Nou, we kunnen beginnen met vast te stellen dat toen die opstand begon in 1568, bijvoorbeeld Willem van Oranje geen plan had om een onafhankelijke staat te stichten. Wat men wilde was van Philips II gedaan krijgen dat er in de Nederlanden geen strenge maatregelen tegen protestanten werden getroffen. Dat proces van het ontstaan van een onafhankelijke staat is stapsgewijs verlopen. En een van die stappen daarin is de Unie van Utrecht geweest. De noordelijke gewesten die besluiten om door te vechten omdat ze geen zin hebben in de politiek van Philips II. Een politiek van centralisatie. Ze vonden dat hun privileges werden geschonden en ze vonden dat er gewetensvrijheid moest zijn en die wilde Philips II niet toestaan. Van twee kanten radicaliseert de zaak. Philips II heeft Willem van Oranje in 1580 vogelvrij verklaard. Dus de leider van de opstand mocht door iedereen in de Nederlanden gedood worden. Straffeloos. Het jaar daarop besluit men dat er met Philips II niet te praten viel. En men zei: als die Philips II regeert als een tiran, als hij geen rekening houdt met de privileges en afspraken die er gemaakt zijn met de verschillende gewesten in de Nederlanden, dan mag hij afgezet worden. We kunnen hierbij ook natuurlijk terugdenken aan het groot privilege dat afgedwongen was van Maria van Bourgondië. En daar stond onder andere in: als de landsvrouw of landsheer in dit geval zich niet houdt aan de afspraken die er gemaakt zijn met de gewesten, dan hebben die gewesten het recht om die landsheer af te zetten. In 1581 vond men dus dat dat moment gekomen was. Het plakkaat van verlatingen. Philips II wordt afgezet. Zijn politiek omwille van Oranje vogelvrij te verklaren had uiteindelijk succes. In 1584 wordt Willem van Oranje vermoord. Het jaar daarop valt Antwerpen. De Spanjaarden heroveren die stad. Het was dus een moeilijke tijd die er volgde op dat plakkaat van verlatingen. En het was niet zomaar gezegd dat die opstand succesvol zou zijn. In deze moeilijke jaren kregen de opstandelingen steun uit Engeland. Daar zat de protestantse koningin op de troon, Elisabeth I. Philips II had bedacht dat om een einde te maken aan die opstand in de Nederlanden, hij ook Engeland aan zou moeten pakken. En zijn idee was het sturen van een enorme vloot, een invasiemacht, naar Engeland. Als Engeland zou vallen, dan zou ook tegelijkertijd de steun aan de Nederlanden ophouden. Dus hij zou dan af zijn van een protestantse koningin in Noord-Europa en tegelijkertijd zou hij een einde kunnen maken aan die opstand. Die enorme vloot die hij gestuurd heeft, is bekend geworden als de onoverwinnelijke armada. Daar is wel iets fout aan, want het was wel een armada, maar die armada was niet onoverwinnelijk. We kunnen op deze munt zien dat die armada uiteindelijk gezonken is. Flavit Jehova et dissipati sunt. God blies en zij werden verstrooid. En we zien hier op die munt hoe al die schepen aan het zinken zijn, die Spaanse schepen. We zien het hier in de tekst. De Engelse steun gaf de opstandige gewesten de kans zich te herstellen en vanaf 1588 een levensvatbare republiek te vormen. In de jaren daarop slaagde de republiek erin terrein terug te winnen, vooral omdat Philips II op te veel fronten tegelijk oorlog voerde. De soevereiniteit van de republiek werd in 1596 door Engeland en Frankrijk erkend. En dat was natuurlijk om Spanje dwars te zitten. Maar pas in 1648, met de Vrede van Münster, werd de internationale erkenning algemeen.
Welke factoren waren nu bepalend voor het uiteindelijke succes van de opstandige gewesten? Laten we ze even op een rijtje zetten. Ze staan hier aan de rechterkant van de dia. Om te beginnen profiteerde de Republiek van het spel van internationale krachten. Engeland en Frankrijk voerden oorlog met Spanje. Beide landen erkenden de Republiek in 1596. Een tweede reden is dat Philips II zich niet volledig kon concentreren op de Nederlandse opstand. Hij had te maken met vele fronten. Elke keer als hij dicht bij de overwinning was, gebeurde er weer wat waardoor zijn aandacht afgeleid werd en hij niet kon doordrukken. Iets anders, derde factor, is de persoonlijke factor. De Republiek had in Maurits, de opvolger van Willem van Oranje, een hele bekwame legeraanvoerder. Eveneens in Frederik Hendrik, ook een zoon van Willem van Oranje. We hadden dus het geluk dat we sterke aanvoerders hadden. Een volgende punt is dat de Republiek ondanks de oorlog uitgroeide tot een economische grootmacht. De koopvaardijvloot werd de grootste van Europa. Die geweldige inkomsten zorgden ervoor dat de Nederlanden dus ook die oorlog konden blijven voeren. Want oorlog voeren kost geld. Ja, met dat laatste punt komen we natuurlijk ook op onze laatste vraag uit. Waarom werd die nieuwe staat die daar aan het ontstaan was ook in andere opzichten een geweldig succes? Economisch en cultureel. Waar zat dat in? Hoe kwam dat? De opstand viel in de noordelijke Nederlanden samen met een periode van economische groei. Hoe kwam dat? Nou, dat had onder andere te maken met de moedernegotie. Dus de basis van eigenlijk van al onze handel. En dat was handel op de Oostzee. Daar kon goedkoop graan gehaald worden, waardoor boeren in Nederland zich konden gaan specialiseren. Die boeren waren overigens in de Nederlanden ook behoorlijk vrij en zaten niet gebonden aan allerlei heren. We hadden hier maar een behoorlijk gebrekkige feodale traditie. Dus de moedernegotie en het ontbreken van een feodale traditie maakte eerder al specialisatie en commercialisering van de landbouw mogelijk. Daarvan profiteerde ook de nijverheid, de scheepsbouw en de handel. De afsluiting van de Schelde met de val van Antwerpen en de daarmee gepaardgaande instroom van tienduizenden immigranten uit de zuidelijke Nederlanden gaf Hollandse en Zeeuwse steden een economische stimulans. Voordat we verder gaan met het verhaal van de Gouden Eeuw, moeten we eerst even gaan kijken naar het bestuur van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Die republiek was eigenlijk een statenbond. De gewesten Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Friesland en Groningen, die regelden hun eigen zaakjes grotendeels. Maar dingen die ze allemaal aangingen, zoals bijvoorbeeld buitenlands beleid of militaire zaken, die regelden ze gezamenlijk en dat deden ze in de Staten-Generaal, waarin al die gewesten vertegenwoordigd waren. Niet alle gewesten hadden evenveel macht en invloed. Het is duidelijk dat Holland, dat de meeste belastingen opbracht, iets van 58% van het geheel, de meest belangrijke stem had. Toch hadden alle gewesten een vetorecht, dus zij konden in principe alles wat er besloten werd tegenhouden met één stem. Daarnaast waren er nog de zogenaamde generaliteitslanden. Dat waren de veroverde katholieke gebieden. Dan hebben we het over Zeeuws-Vlaanderen, dan hebben we het over Noord-Brabant en delen van Limburg en Groningen. Deze gebieden spraken dus niet mee in de Staten-Generaal. Ondanks het grote gewicht van Holland moesten beslissingen toch altijd genomen worden met instemming van een ieder. Elk gewest had immers vetorecht. Onderhandelingen over militaire zaken en buitenlandse politiek in de Staten-Generaal konden dus heel veel tijd in beslag nemen. De landsadvocaat van de Staten van Holland speelde bij die onderhandelingen een leidende rol. De Staten van de Gewesten kozen een stadhouder die opperbevelhebber van het Staatse leger was en sommige stadsbestuurders benoemde. De functie van stadhouder stamt eigenlijk af van die functionarissen die ooit benoemd waren in de 15e eeuw door de Bourgondische hertog Philips de Goede. Die stadhouders waren vertegenwoordigers van hem in de verschillende gewesten. Lange tijd bleef de oorlog tegen Spanje en daarmee het overleg over militair en buitenlands beleid de belangrijkste gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gewesten. In de loop van de tijd werden de gezamenlijke verantwoordelijkheden uitgebreid. We zien hier een drietal portretten, Willem van Oranje en zijn beide zonen Maurits en Frederik Hendrik die hem opgevolgd hebben. Er waren in principe twee functies van stadhouder, eentje van Holland en Zeeland en eentje van Friesland. Meestal werd die functie gecombineerd.
Om zijn opstand tot een succes te maken had Willem van Oranje natuurlijk draagvlak in de Nederlanden nodig. Hij had steun nodig van de mensen in de verschillende gewesten. Hij had het nodig dat die mensen zijn standpunt en gezichtspunten deelden en hem steunden in zijn strijd tegen de Spanjaarden. Dat draagvlak heeft hij proberen te creëren door in te zetten op een nationale invalshoek. Het vaderland, het gezamenlijke vaderland, moest beschermd worden. Hij heeft juist niet heel sterk ingespeeld op godsdienst, want die godsdienst verdeelde namelijk de mensen in de Nederlanden in protestanten en katholieken, die steeds scherper tegenover elkaar stonden. Willem van Oranje vertegenwoordigde het standpunt dat mensen maar zelf moesten weten welke godsdienst ze wilden belijden. Er zou dus sprake moeten zijn van gewetensvrijheid. Uiteindelijk is het niet gelukt om tot zo'n religievrede te komen. Radicale Calvinisten, die een minderheid vormden, wisten de macht naar zich toe te trekken. Hoe was dat mogelijk? Nou, om te beginnen was het een hechte groep die goed georganiseerd was, beter georganiseerd dan hun concurrenten. En het Calvinisme bood de aanhangers ook nog eens inhoudelijke steun. Calvin had immers gezegd dat de mensen op mochten staan tegen hun vorst als hij inging tegen de wil van God. Hoe geradicaliseerd de Nederlander raakte, kunnen we zien aan deze geuzenpenning uit het jaar 1570. Daar staat op, liever Turks dan paus. Dus als de mensen moesten kiezen, dan zouden ze nog liever tot de islam overgaan dan terugkeren tot de Rooms-Katholieke Kerk. Nou, dat zegt wat. De 80-jarige oorlog was een slepend conflict. Toch is er niet 80 jaar aan één stuk doorgevochten. Bijvoorbeeld in de jaren 1609 en 1621 was er het zogenaamde 12-jarig bestand. Dat bestand was een wapenstilstand die uiteindelijk zou moeten leiden tot een permanente vrede. In de Republiek waren er voor- en tegenstanders van zo'n permanente vrede. Johan van Oldenbarneveld, de landsadvocaat van Holland, vond dat er zo'n vrede moest komen. Maar prins Maurits, die vond dat die oorlog na 1621 weer voortgezet zou moeten worden. Voorstanders van het beëindigen van de oorlog waren Johan van Oldenbarneveld en de Staten van Holland. Zij zeiden namelijk dat het beëindigen van de oorlog gunstig voor de Hollandse handel zou zijn en het bovendien de defensieuitgaven sterk zou verminderen. Minder kosten, meer handel, meer winst. Prins Maurits en de andere gewesten vonden dat de oorlog hervat zou moeten worden. Spanje zou zich in die periode hebben kunnen versterken. En er waren mogelijkheden om eventueel nog meer gebied te veroveren op de Spanjaarden in de zuidelijke Nederlanden. Sommige historici menen dat Maurits ook dacht aan zijn eigen positie. Want als er een vrede zou komen, zou natuurlijk ook de rol van de legerleider minder belangrijk worden. En dat zou zijn positie aantasten. Een ander punt is dat Calvinisten hoopten dat zij hun invloed en hun vormen van christendom verder zouden kunnen verspreiden in de zuidelijke Nederlanden. Dus, Maurits en de andere gewesten die wilden na 1621 verder met de oorlog. Uiteindelijk hebben Maurits en andere voorstanders van voortzetting van de oorlog gewonnen. In 1621 ging het verder. Oldenbarneveld was inmiddels al op 13 mei 1619 ter dood gebracht als landverrader. De aanklacht was vals, maar Maurits was erin geslaagd zijn voornaamste tegenstander definitief uit te schakelen. Van Oldenbarneveld die zei op het schavot, ik heb oprecht en vroom gehandeld, als een goed patriot, en zo zal ik sterven. Naast het politieke duel tussen Oldenbarneveld en Maurits, was er ook nog een theologisch conflict gedurende 12 jaar bestand. Dat tussen Arminianen en Gomaristen, oftewel rekkelijke vrijzinnigen, en aan de andere kant precieze en orthodoxe. Het politieke conflict tijdens het 12-jarig bestand hing samen met dit religieuze conflict om een meer of minder strenge vorm van het Calvinisme. Orthodoxen, streng in de leer, kwamen te staan tegenover vrijzinnigen, minder streng in de leer. De grote meerderheid van de protestantse bevolking en predikanten was orthodox. Alleen in de bovenlaag van de bevolking van Holland en Utrecht waren veel vrijzinnigen te vinden. Het theologische conflict tussen Arminius en Gomares draaide om de predestinatieleer. De rekkelijke, onder leiding van Arminius, geloofde dat de alwetende God, die alle kennis heeft van verleden, heden en toekomst, wist waar mensen uiteindelijk
terecht zouden komen. Zelfs mensen die nu niet eens geboren zijn. Of mensen uiteindelijk bij God terecht zouden komen of naar de hel zouden gaan. God doet daar zelf niks aan, maar omdat hij alwetend is, kent hij dus het pad van alle mensen. De mens heeft dus vrije wil. Hij kan zijn leven leiden zoals hij wil. Bij de gomaristen is het zo dat God had voorbeschikt wie er uiteindelijk in de hemel komt. Dus de vrije wil van de mens zou er dan helemaal niet meer toe doen. Maurits koos in dit theologisch conflict partij voor Arminius en de rekkelijke. Maurits voor Gomarus en de orthodoxe. De 17e eeuw staat bekend als de Gouden Eeuw van de Republiek, omdat scheepvaart, handel en nijverheid, kunst en wetenschap in korte tijd tot grote bloei kwamen. De handelsbelangen van de regenten en de noodzaak inkomsten te hebben voor de oorlogsinspanningen wogen zwaar mee in het beleid van de Republiek. De economie groeide en in die groeiende economie waren migranten nodig. Stadsbestuurders gaven daarom buitenlandse kooplieden goede faciliteiten, waaronder relatief vergaande religieuze vrijheden. Men was dus behoorlijk tolerant. Niet zozeer vanuit de overtuiging dat tolerantie iets goeds was, maar omdat het economisch van belang was om tolerant te zijn. Kooplieden uit de Republiek reizen de hele wereld over. We kunnen het op deze wereldkaart zien. Van Noord-Amerika tot Japan en alles ertussenin. De Antillen, Guyana, Brazilië, West-Afrika, Zuid-Afrika, Ceylon, Indië en ook dichter bij huis, de Middellandse Zee en het Oostzeegebied. Hoewel natuurlijk het verhaal van de VOC en die reizen naar verre bestemmingen het meest spectaculair zijn, was de handel op de Oostzee het belangrijkst. Daar werd goedkoop graan gehaald bijvoorbeeld. En vandaar dat die handel op het Oostzeegebied ook wel de moedernegotie wordt genoemd. De moeder van alle handel. De opstand die in 1568 was begonnen, leidde uiteindelijk tot de vorming van de Republiek. Maar die beperkte zich tot de noordelijke gewesten. De zuidelijke gewesten bleven in Spaanse handen. Protestanten in die gebieden vluchtten naar het noorden en daar waren ze welkom. Religieuze vluchtelingen brachten immers kapitaal, commerciële kennis en technische kennis mee naar het noorden. Handelsbelangen stonden bij de regenten in het noorden voorop. Daarom waren de zuiderlingen welkom. Ook niet-Calvinisten waren welkom. De Republiek was tolerant voor haar tijd. Door handel en scheepvaart kwam ook de nijverheid tot ontwikkeling. We kunnen hierbij denken aan scheepsbouw, touwslagerijen, zeilmakerijen, wapenindustrie, weverijen, koffiebranderijen, suikerraffinaderijen en tabakverwerkende bedrijven. Op het plaatje links zien we op de achtergrond het Oost-Indisch magazijn en op de voorgrond wordt een schip gebouwd. Voor de handel met andere werelddelen werden twee handelsondernemingen opgericht. De Verenigde Oost-Indische Compagnie, de VOC, in 1602 en de West-Indische Compagnie, de WIC, de WIC, in 1621. De VOC deed vooral in specerijen, textiel en thee. De VOC mocht van de Staten-Generaal handelsverdragen sluiten en oorlog voeren tegen de inheemse bevolking. Dat had ten dele te maken met de enorme afstand die de VOC moest overbruggen. Het was niet zo makkelijk om te overleggen met de overheid in de Republiek. En dus moesten er soms knopen doorgehakt worden. Vandaar dat ze dit soort bevoegdheden kregen. Maar het is natuurlijk vreemd dat een bedrijf de rechten krijgt die normaal gesproken een staat toebehoren. De WIC deed in bont suiker, koffie, cacao, tabak en slaven. Door toedoen van de WIC ontstonden koloniën in Noord-, Midden- en Zuid-Amerika. Dat brengt ons meteen bij een belangrijk punt. We hebben het voortdurend over de Gouden Eeuw, maar er is tegenwoordig natuurlijk ook een hoop discussie. Hoe goud was die Gouden Eeuw eigenlijk? Nou ja, als we gaan kijken naar de winsten die hier gemaakt werden en we gaan kijken naar de prachtige kunst die hier vervaardigd werd en ook de ontwikkeling van de wetenschap, kunnen we zeggen het was een Gouden Eeuw. Maar als we kijken naar de rol van slavernij, kunnen we ook spreken van een Grauwe Eeuw. Het is wel een punt om bij stil te staan. Nederlanders hebben een hele belangrijke rol gespeeld in de slavenhandel. Als we naar de opbouw van de samenleving in de zeegewesten gaan kijken, kunnen we de volgende indeling maken. Om te beginnen de gegoede burgerij, de regenten. Ongeveer 10% van de bevolking bestond uit grote ondernemers die elkaar de politieke functies toespeelden. Vervolgens de kleine burgerij,
ongeveer een kwart van de bevolking. Kleine ondernemers, ambachtslieden, predikanten en schoolmeesters. En dan de rest, het gemene volk. 65% van de bevolking zat aan het bestaansminimum. Dat is in onze ogen natuurlijk heel erg veel. Maar als we gaan kijken naar die tijd en naar de rest van Europa, dan was dat niet zoveel. En waren dus met name die zeegewesten een rijk gebied, waar een hele grote groep van de bevolking het behoorlijk goed voor elkaar had. We zien ook nog een schilderij van Jan Steen. En dan zien we zo'n rijke burger op zijn stoepje zitten met zijn dochter, mooi gekleed. De man heeft een beverhoed op, duur, want die beverhuiden moesten geïmporteerd worden uit Amerika. Hij is helemaal in het stemmig zwart, een ernstige kleur, maar ook een kleur die duur was om te vervaardigen. Dus we kunnen meteen zien dat deze man niet zomaar van de straat is. Hij heeft dure kleren aan. Zijn dochter heeft glanzende kleren aan, glanzend blauw en glanzend beige. Dat wijst erop dat die kleren wel eens van zijde zouden kunnen zijn. En dat zijde, dat moest helemaal uit China gehaald worden. Daartegenover staat een mevrouw met haar zoontje. En die hebben het niet zo goed. Die hebben nog wel bonte kleren aan. En ze zien er een stuk showvoller uit dan deze meneer en zijn dochter. In de zeegewesten van de Republiek had ongeveer 35% van de bevolking het aardig goed tot heel erg goed. Dat betekende dat ze niet al hun geld nodig hadden om eten te kopen en voor onderdak te zorgen. Ze hadden wat over. En dat werd onder andere besteed aan schilderijen. Omdat de welvaart relatief groot was, ontstond in de commerciële economie van de Republiek een markt voor luxegoederen. In de Gouden Eeuw zijn in Nederland miljoenen schilderijen gemaakt. Lopende bandwerk was het, voor gewone mensen. De schattingen lopen uiteen. Minstens 1 miljoen werken, maar misschien waren het er wel 10 miljoen. Voor een paar gulden had je in die tijd al een aardig schilderijtje. Ter oriëntatie, 1 gulden was het bedrag dat een geschoolde arbeider per werkdag kon verdienen. De prijs van een goedkoper schilderij was dus het loon van een paar dagen. Dat had de gewone man er blijkbaar ook voor over in die tijd. Dat brengt ons natuurlijk meteen op het gehalte van die kunst. Natuurlijk, al die schilderijen die daar vervaardigd waren, waren niet bepaald allemaal nachtwachten of meisje met de parel. Maar er was een flinke markt voor kunst van uiteenlopende kwaliteit. Ja, hier gebeuren ze dan. We hadden het er net over. Meisje met de parel, een schilderij van Johannes Vermeer uit 1665, 1667, we weten het niet precies. Wie bestelde dus die schilderijen? Aan de ene kant werd dat van overheidswegen gedaan, stadsbesturen en bestuurders. Maar veel groter was een andere groep, de gegoede en de kleine burgerij. De grote vraag naar die schilderijen leidde tot specialisatie onder schilders. Sommige schilders gingen zich toeleggen op landschappen, andere op zeegezichten, andere weer op portretten of groepsportretten, op stillevens, volkstaferelen, noem het maar op. Over groepsportretten gesproken. Misschien is dit wel het beroemdste schilderij uit de Gouden Eeuw. De Nachtwacht van Rembrandt van Rijn uit 1642. Rembrandts beroemdste en grootste doek werd gemaakt voor de kloveniersdoelen. Dit was een van de verenigingsgebouwen van de Amsterdamse Schutterij, de burgerwacht van de stad. Rembrandt was de eerste die op een groepsportret de figuren in actie weergaf. De kapitein in het zwart geeft zijn luitenant opdracht dat de compagnie moet gaan marcheren. De schutters stellen zich op. Met behulp van licht vestigde Rembrandt de aandacht op belangrijke details, zoals het handgebaar van de kapitein en het kleine meisje op de voorgrond. Zij is de mascotte van de schutters. De naam Nachtwacht is pas veel later ontstaan, toen men dacht dat het om een nachtelijk tafereel ging. We hebben al gezien dat de boekdrukkunst in de 15e eeuw in Duitsland is ontstaan. De uitvinder Johannes Gutenberg. Die boekdrukkunst had ook een grote rol gespeeld in de verspreiding van het protestantisme. Boekdrukkunst en het drukken van teksten is natuurlijk het verspreiden van ideeën. En in de Republiek was dat mogelijk, want er heerste een relatief tolerant klimaat. De boekdrukkers kenden in de 17e eeuw een grote bloei. Volgens schattingen was in die tijd bijna de helft van al het Europese drukwerk uit de Republiek afkomstig. Daarvan werd meer dan de helft in Amsterdam geproduceerd. De drukkers gaven allerlei soorten boeken uit die men in het buitenland ook graag kocht. Je kan daarbij denken aan kaarten, atlassen, een godsdienstig werk. Veel buitenlanders lieten hun boek in de Republiek drukken.
Bijvoorbeeld omdat hun werk om politieke of godsdienstige redenen in hun eigen land verboden was. Internationale wetenschappers vestigden zich in de Republiek, aangetrokken door het tolerante klimaat. Een van die wetenschappers, de filosoof Baruch Spinoza, zien we hier aan de linkerkant van de dia afgebeeld. Op de achtergrond zijn werk De Ethica. Tegen het einde van de 17e eeuw kwam er een einde aan de Gouden Eeuw. Engeland en Frankrijk gingen de Republiek voorbij. Hoe kan dat gebeurde? Nou, om te beginnen hadden Engeland en Frankrijk in de eerste helft van de 17e eeuw met een hoop binnenlandse problemen te kampen gehad. Dat was nu voorbij en die landen konden zich dus concentreren op hun economie en de uitbreiding van hun macht. Beide landen gingen hun handel en nijverheid beschermen door hoge invoerrechten. Protectionisme, to protect, beschermen, denk daar maar aan. En door een nieuwe economische politiek te voeren, die van het mercantilisme. Dat betekent dat je probeert zoveel mogelijk edelmetaal te verwerven door dingen te verkopen aan anderen, maar zelf je eigen spullen te produceren en niks te kopen van een ander. En ten derde zien we dan nog dat Engeland en Frankrijk steeds meer handel gingen drijven, dus dat niet meer door anderen lieten doen. Daardoor kon de Republiek steeds minder producten aan die staten verkopen. Ze rekenden het zelf wel allemaal. Handel en nijverheid werden dus minder belangrijk. Toch bleef de Republiek een rijke handelstaat. De neergang van de Republiek was dus een relatieve neergang ten opzichte van Engeland en Frankrijk. Als je naar absolute cijfers gaat kijken, dan zie je dat die economie van de Republiek bleef groeien, maar niet meer zo hard als in de 17e eeuw. We gingen dus van een gouden eeuw naar een zilveren eeuw. Zo zijn we dan aan het einde gekomen van onze eerste context, die over de Republiek ging. Welke kenmerkende aspecten hebben we nu nodig bij deze context? Nou, een tweetal van steden en staten. Dat zijn de opkomst van de stedelijke burgerij en de toenemende zelfstandigheid van steden en het begin van staatsvorming en centralisatie. En vervolgens natuurlijk die van ontdekkers en hervormers en die van regenten en vorsten. Ze staan hier aan de rechterkant van de dia afgebeeld.